Ik zeg ah! Ik zeg oeh! Ja, goedemorgen, we zijn hier op het strand van IJmuiden. En sinds 2010 doet David Cox van paviljoen Noordzee hier het Unimox en Groter organiseren. Omdat vaak op offroad evenementen de Unimog het grootste voertuig is wat toegelaten wordt. Dus Unimog en kleiner. Maar hier doen we het andersom. Unimog en groter. Er kwam net een 6x6 voorbij, maar 8x8 hebben we hier ook wel gehad. En hier speelt ruimte geen rol. Hier, we hebben hier momenteel 14 hectare ter beschikking. En dan komen die grote dingen die komen daar, kunnen daar goed uit de voeten. Dit is een evenement wat gedragen wordt door de Duitse Unimog Club. En David is een van onze leden en die organiseert dat en die is zo enthousiast. En ik ben ook nogal enthousiast vandaar dat hij mij benoemd heeft tot ambassadeur. In 2010 zijn we begonnen met 33, zo oplopend naar 2014 met 60, 16, 90, in 2018 120. Ja, was er zoveel? 120, ja. Oh. Jammer genoeg vanwege milieutoestanden is het evenement, vinden wij, nogal uitgekleed. Vroeger zat nog morgen een mooie rondrit hier over het land heen. Door die rijke buurt daar. En dan in Bloemendaal het strand op. En als je er nog een goede fotograaf bij had, dat is 8 kilometer, die hele lange slang met Unimog op het strand. Dat was natuurlijk uniek. Ter wereld dat mocht, maar dan hier kon het. Maar die rondrit die is geschrapt. Ja, mijn vader die vertelde vanochtend dat hier iets was met auto's en zo. Dat vind ik wel interessant, dus toen gingen we hier maar kijken. En we zijn het al meegereden met een hele grote vrachtwagen. 6x6, die was wel cool. We zijn hier over een paar heuveltjes heen gereden. En toen zijn we nog een heel stuk over een vlak stuk heen gereden. En nog heel schuin hier. En toen nog een rondje. Hetzelfde. Ik zat niet in een stoel, ik zat gewoon los achterin. Ja, het was wel cool. Het hobbelde wel heel erg, maar het was wel leuk.